In Harmelen is dinsdagochtend een blokhut verloren gegaan door een brand. De eigenaar had maandagavond de kachel aangezet, maar deze zorgde in de ochtend voor problemen. Dinsdagochtend rond half negen kwam de rook uit het gebouwtje aan de Kreekormendelweg. Het vuur had zich onder andere verspreid naar het dak beschot, waardoor de brandweer het complete dak moest openbreken. Bij het incident raakte niemand gewond. De blokhut was officieel ook niet bewand.